Leuk dat jullie weer kijken naar dit filmpje van de optocht van Master Pinland. Het was een prachtige optocht en ik wens jullie heel veel plezier mee kijken. Ik ben hem al tactisch een tandje zachter, want dan kunnen ze mij horen. Want de eerste wagen... de eerste wagen maakt zijn aantocht. De eerste deelnemer van de optocht, nummer 1 is dat dan natuurlijk. PC actief, al jarenlang actief hier in Master Pinland. Ook zijn oorsprong natuurlijk niet. En zij rijden met deze grote wagen mee. Feesten, eten en drinken in ons straatje is dat geen plaatje. En dan kun je gerust zeggen, het is echt een plaatje. Hij ziet er schitterend uit. Let's go! Anders was een boerenjongen van het platteland. Geen robot voer en melken, hij deed alles met de hand. De demandaars melken, daar is anders alles van. De emmer onder de koe, op een krukje zat hij dan. Linker vuist vooruit! Rechter vuist vooruit, links rechts op en neer en nou allemaal. Melken, 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 melken doe je zo. Je moet er wel in rijpen, want je rijpt er niet genoeg. Melken, 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 melken doe je zo. Je moet er wel in rijpen, want je rijpt er niet genoeg. Hey! De tweede deelnemer aan. Een grote groep is het geen plaatje. En dat is een grote groep, de hooliganse. Helemaal uit het Apelaar. We zijn blij dat ze er hier aan bij zijn met een gelukkige creatie. Duidelijk wel een plaatje, de hooliganzen. Uit Nipsen, ja dat is duidelijk hè. Ze kunnen ze ook goed kennen van de Kwebbelbekkies. Dat zijn Emma, Lot, Lieve en Voor. Het is een plaatje bij deze tuig van de pin. En je ziet, deze tuig van de pin sjeest mee gaak door Master Pinland. Mensen, is het geen plaatjes, de Kwebbelbekkies. Mooie plaatjes geschoten.
uiteraard. Ze zijn er altijd. En gelukkig dit jaar ook weer. Peer en Wout, Master Pinneland. Het is een plaatje. En wij ouwen het netjes. Zie je wel, jongen. Wij ouwen het netjes. Dat kunt u wel zien. Die ouwen het altijd netjes. Peer en Wout, de trouwe deelnemers in de categorie paren. Die weten altijd een kleurrijke duo te vormen. En dat lukt zo dit jaar weer. Zo, de netjes is een schuur. Zo, er hebben we wat te doen, Peer. Een beetje netjes houden. Een paar kleine druppeltjes regen, maar er komen zo denken mensen het meeste van naast toe. Dan valt het op een aantal. Ze stond te schudden met haar billen, ze draaiden in het rond. Ze zwaaiden met haar handen en ze draaiden met haar kont. Nu wat ze met z'n allen, we feesten lekker door. Maar één ding weet ik zeker, dat ik vanavond door. Ja, één ding weet ik zeker, dat ik vanavond door. Om het hoekskeniero, ze draaien mooi vanaf de plantagebaan zo de Kerkstraat in. WC Leven de Lol is onze voortgeplaatje. Leven de Lol. Vorig jaar waren ze voor het eerst bij en een leukere club die wij van harte weer ontvangen ieder jaar. Zie ze hier al weer staan. WC, het moet kunnen. Het is weer top in de plaatjeshop. Wat een stel ruige meiden bij elkaar. In een plaatjeshop. En als ik zo eens hier om me heen kijk, dan is daar nog voor in de pin. Ik zie dat onze Chopette ook nog wel eens een keer doen zo. Heel zijn arm vol. Dat zijn een stel creatieve dames. En volgens mij hebben ze ook altijd heel veel leuk met elkaar. Ook van Theo. Zoals ze er even tattoo op gaan zetten. En dan een middelgrote wagen. WC de Kokus. En het is een doedelzakplaatje.
En je ziet wel. Je kunt allerlei soorten plaatjes. En deze hartstikke leuke wagen is al een plaatje op zich. Een mooi Schots thema. Zoike, Rick en Dirk bestaan uit de vrienden Rick en Dirk. Ze doen de jaar voor de eerste keer samen mee aan de optocht. En ze komen bij jou langs met een rijdend verkleedhokje waar je van alles kunt passen. Die kunnen wij geen helemaal uitleven, mensen. En als je naar buiten komt, dan zal iedereen denken, het is een plaatje. Kijk, van die jonge gasten die met z'n tweeën wat moois maken, dat zien we keren. Ons vrouwke zit thuis, die vergeet ik spontaan. Ik ben blij dat ze meedoen. Zijn als ik ga. Ze hebben een hele leuke creatie. Wat je ook zegt, en of je nog belt. Ik ben jou zat, jij zegt dat niet. Vuisten omhoog, de valozen bebied. Zijn als ik ga, ben dat je telt. Wat je ook zegt, en of je nog belt. Ik ben jou zat. Jij zag dat niet, vuisten omhoog, we gaan los op de beat. We maken een plaatje. Dat is goed gelukt. En
als ze straks allemaal dicht tegen elkaar aankruipen, dan wordt dat één groot maatje. Ook vrijwillige donaties zijn uiteraard van harte welkom. Ja, yo, gelukkig, want hè, dit is toch wel met afstand mijn favoriete deelnemer ieder jaar. De schooiwagen. En ik zou zeggen mensen, als je nog klein geld hebt... Ook reclame voor onze eigen activiteiten. Morgen in Dorpshuis te speel, het Smartlampenfestival. Daar moet eens een keer bij geweest zijn. Een en al spektakel, zang en humor, heel de middag lang. Het thema is dit jaar op de bouw. Vandaar dat dit meerijdt. Er is geen enkele reden om morgenmiddag niet te komen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat we wat beters te doen hebben. Ik denk dat we nog wel even komen pompen. Volgende week maandag kunnen genieten van de optocht in het buitenland. Vietje. Daar gaan we zeker weer even een kijkje nemen. Hier ook. Ja, hier is het. Ja, laten we even maar eens goed zien. Rij het bochtje maar eens op. Bij deze hoffotografen Stef en Mart. Alias Kees en John Junior kunnen wij van hun beste kaart vastleggen. Ze komen met een rijdende fotostudio bij u langs. Op een echte wasse pit kunnen gaan zitten en lak maar naar het vogeltje. En flits! Het foto is trouwens direct klaar. En we kunnen thuis een mooi plekje meegeven. Een rijdende fotostudio. Twee creatieve mannen. Ja, wij zitten. Ik denk dat er hier een pan mee moet. Ik was gewoon de eerste man aan de foto zetten. Kijk, hoe is gelukt? Wauw! Ik zie het vanaf hier, maar inderdaad. Als je daar aan de foto gaat bij deze twee mannen, dan is het net de echte wasserpin die hier voor de kerk staat. Oh, dat gaat hier niet goed. Oh, telefoon er al om, anders in paniek. Jongen, gaan we nou kijken. Alles in paniek. Landingsbaan, dat is daar wel wat doen. Piloot, wat denk je ervan? Jullie staan er overal aan te kijken. Komt hij er al aan? Ik zie wel aankomen volgens mij. Goed zo, kijk, hij wordt gelukkig al in de gaten. Denk je op je hoofd? Ballonnen naar boven en op in de lucht. De rechts van links van zijn.
bestaan. Kom via zee, dan maar kijk wat daar gebeurt. Zoek een molen, slaat hier en een paard. Mag niet gedaan worden, met de zakkers. Daar is een tot in veel. Deze sprak voor een grote wagen, wat een ja. Ambiance. En dan gaat hij nog een keer terug, en allemaal mee hoor. 1, 2, 3. Zie ze vliegen, vliegen, boven in de lucht. Van onder naar boven, en dan weer terug. Rechtsaf, linksaf, draai door de zon. Handjes voor je ogen, handjes op je rug. Zie ze vliegen. En nog een keer, waarom doen we niet mee? Van onder naar boven, is het te koud? Rechtsaf, linksaf, draai door de zon. Kijk, hij doet wel mee. Handjes voor je ogen, handjes op je rug. Zie je? Volgend jaar mee, hè? Fijne carnaval allemaal. Schitterende creatie, tot hier door de straat heen. En een hele leuke club, ik zie daar van komen. De Boekus. Gisteren gezien op het overvolle Colawal en vandaag zijn ze gewoon een optocht ook weer bij. Ze hebben lekkere dingen gepakt op een bakplaatje, ik zie het wel. Naar de optocht staan te kijken. Ze hebben een heel speciaal unit meegenomen om nog even een torenfoto te kunnen maken. Maar kijk uit, beste Bassenpinnen, want deze straling die is hartstikke gevaarlijk. Ik geloof trouwens dat het niet helemaal wel lukken, mensen. Ze krijgen maar geen beeld. Wie weet of het nou goed gaat komen later in de optocht. Ik heb geen beeld, geen beeld. Is het mogelijk? Zo, allerlei soorten plaatjes komen hier voorbij zien. WC de Vleet. Het is een plaatje op maat bij ons Laminaat. Zo proberen ze
een plaatje van te maken. Wat een leuke jonge club is dat van de Vliet. Ja, jullie ook. Jonge mannen, nog jongere mannen. Dan. WC de Vliet. Ja. Het Turdouwers. Het is een stuk plaatje wat we gemaakt hebben.
En dat kunnen we al zeggen. Een heel feestelijk plaatje. Een hele neutige, middelgrote wagen is dit. Take me now, make it good. Fuck this pussy just like you should. Take me now, make it good. Fuck this pussy just like you should. Right here, right now. Fuck this pussy just like you should. En ik kan u verklappen, mensen, er komen veel meer boys aan. Dus ga ik hier niet naar huis gaan, want dat zeker toch al niet doen. Want thuis de speel is straks ook open. En daar staan de... Vandaag mee 22 voor nageslacht gezorgd. Maar dit jaar is het echt raak. Kom maar eens kijken door het gaatje. Is het geen plaatje? Ik wil hier eerlijk zijn dat ik nou ook heel nieuwsgierig ben. Ja, jullie hebben er ook allemaal in. Hij legt niet eens. Ja, hoe? Dat komt weer even in. Oh, ja. Genderneutraal. Zo'n klein beetje. Genderneutraal. Dan hebben we haar vast gefabriceerd op de flint. Ja, ja, precies gevallen. Ja, ja. Dankjewel. Dankjewel. Hij ziet er erg uit. Hij is mooi, hè? Ja, precies gevallen. Ja, precies. Ik denk meer dat hij genderneutraal is. Dan gaan we maar even. Genderneutrale medisch. Scholen. Ja, dan kunnen zeg maar een beetje roze en blauw hangen, zeg maar, net als bij de kleurtjes. Eigenlijk nog geen introductie nodig. Zeker niet als je mee zo'n bord vooraan rijdt, dan is het duidelijk wie dat zijn. Nummer 24, PC Hoevenstein, de bouwclub van Master Binnenland. En ze hebben weer bij heel de club een prachtige creatie. En de slingers van vorig jaar hingen er nog in de bomen. Dus deze kunnen er ook nog wel bij. PC Hoevenstein. Het is een plaatsje. En het is ook gewoon een plaatje, dat moet ik best zeggen. Daar met
2023, de huisvrouwkes. Bij onze tattoo shop zetten wij er een plaatje op. Ik heb zelden zulke ruige huisvrouwen gezien. Stel ruige meiden bij elkaar. En ze gaan onze toners even een goede tattoo geven. Als ze maar geen krap op zijn gezicht tatoeëren of zo. Verder kan hij heel veel hebben hoor. Dat daar wel. Je moet goed opletten, want dat is 27 BC de beste vriendenclub. We geven het plaatje smaak. PC, de beste vriendenclub. En bij wie kunnen we beter carnaval vieren dan bij je beste vrienden? Hey, op deze leeftijd heel goed gegeven. Voor elkaar om in no time hier weer een wagen tevoorschijn te toveren. Van BCDP vliegt er bij ons voorbij. Is een trekvogel. En dan is het een trekvogel. Bij de wasverschrikking. Daarom belanden we vanavond allemaal weer bij de Thank you.
de Luikse markt weer een best gedaan. Met heel de laster binnenploeg in de gang gestaan. Het was heel druk daar op de markt, doet er nog maar twee. Het feest daar is begonnen, kom erbij en zeg je nee. Zijn of iets mee muziek. Daar wordt dan door een band gespeeld voor een groot publiek. Een koplaat of een wijze plaat, een plaatje in een kaart. Het mooiste blijft een gevelplaat van Master Binnenlaat. Het is een plaatje, kom eens kijken, het is geweldig om te zien. Wilde jij er eentje lopen, kom met hem misschien. Het is een plaatje, kom eens kijken, heel de pingo super chic. Kijken, heel de pit was super chic. Overal hebben.